De werksfeer bij Ziggo Dome is echt super gezellig. Je werkt met super leuke collega's op een mega leuke locatie. Dus je ziet de leukste artiesten optreden terwijl je betaald krijgt. Elke dag is er een ander concert en dat maakt het een onwijs mooie ervaring. Kortom, één groot feest. Ik ben Romeo en ik ben barhoofd bij de Ziggo Dome in Amsterdam. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn dat ik hier aankom bij de Ziggo Dome. Dan ga ik mijn kleding ophalen, me aankleden. Dan ga je naar je bar toe, dan gaat de briefing daar beginnen. Vanuit daar ga je kijken wat er mist achter je bar, of je genoeg bekers hebt, of je limoenen klaar liggen. Dan komen alle mensen naar je bar toe. Daarna ga je er een hele gezellige avond van maken met elkaar. De belangrijkste karaktereigenschappen van een barhoofd zijn is dat je sociaal bent, dat je gezellig bent, dat je wel leiding durft te geven. En je moet vooral heel erg van gezelligheid houden. Ik ben Kim en ik werk sinds 2017 als barmedewerker bij de Ziggo Dome via Randstad. Mijn dagelijkse werkzaamheden bij de Ziggo Dome achter de bar zijn onder andere natuurlijk de drankjes uitschenken, bijvullen, schoonmaken, een gezellig praatje maken met de gasten. We hebben hier onwijs leuke collega's. Er werkt een hele fijne groep aan mensen hier. Iedereen komt van een verschillende achtergrond. Mensen die nog studeren, mensen met jarenlange horecaervaring. Er wordt hard gewerkt waar hard gewerkt moet worden. Want als iedereen goed voorbereid is, dan merken de gasten dat ook. Het werken via Randstad bevalt enorm goed. De eerste werkdag word je heel goed begeleid. Meestal lopen er ervaren medewerkers mee naar de bar, zodat je je plekje weet te vinden en daar helpt het barhoofdje verder. Het zijn onwijs lieve, leuke mensen en je wordt altijd goed ontvangen door de mensen van Randstad als je aankomt in de Ziggo Dome. Mijn leukste moment bij de Ziggo Dome tot nu toe is dat mijn favoriete artiest kwam optreden. Toen stond ik in de zaal, dus kon ik het hele concert gewoon helemaal meekrijgen. Wat de Ziggo Dome typeert is dat je hier betaald krijgt om bij een concert te werken. Dat maakt het echt ontzettend leuk. Verder, als je echt fan bent van een bepaalde artiest, kan je altijd mailen of je in de zaal mag staan. Dus dan krijg je het concert helemaal mee. Ik raad anderen zeker aan om bij Ziggo Dome te komen werken, omdat het zeker goed betaalt. Verder ben je ook niet al te laat klaar, dus je kan het makkelijk combineren met studies, ander werk en andere leuke dingen. Je hebt een hele grote pool met medewerkers, dus je komt mensen uit hele verschillende takken van sport tegen. Er komen ook steeds meer nieuwe mensen bij, maar die blijven ook allemaal plakken, omdat ze het hier zo onwijs leuk vinden. Word jij onze nieuwe collega?